Ik heb 3 weken niet hard gelopen. Oeh, slecht plan. Wauw. Ah, dat was lekker. Trouwens. Dat is beter. In ander nieuws. Leuk dat je kijkt. Oké, dit is al een paar dagen iets wat ik echt heel graag wil gaan doen. En vandaag is eindelijk de dag dat het kan. Dus, trouwens. Beter. Goed. Nou wil je natuurlijk weten wat het is. Ik denk dat het gewoon leuker is als we gewoon op pad gaan. En dan zie je het vanzelf. Maar het is best wel koud. Dus eerst niet dit. Nee. Dit. Okay. Nu kunnen we gaan. Drama vlucht dit. Ah, dat ding flipte in de pan uit, man. Nou ja, wel weer een mooi avontuur. Misschien ken je dit wel. Soms heb je van die projecten of dingen waaraan je werkt.
waar je dan van tevoren hele andere verwachtingen van had dan wat er uiteindelijk uitkomt. Oké, misschien klinkt het een beetje gek, maar dat had ik eigenlijk ook een beetje met deze video. Kijk, de dingetjes die ik bedacht had voor het thema van deze video, die pakten niet helemaal uit zoals ik ze verwacht had. En ja, mijn drone flipte helemaal tijdens het vliegen, dus ja, dat werd ook niet helemaal wat ik ervan gehoopt had. Vroeger had ik dus echt in zak en as gezeten, hè, als dit was gebeurd. Dat zeg ik je eerlijk. Ik ben nogal perfectionistisch en nam dus eigenlijk nooit genoegen met minder. Maar goed, perfect bestaat niet, dus tja. Gelukkig heb ik een tijdje geleden iemand gevonden die me probeert daarmee te helpen. En diegene liet me inzien dat perfectionisme hand in hand gaat met faalangst. Want als alles perfect moet zijn, en dat is onmogelijk, kan je dus alleen maar falen. Voor een perfectionist, zoals mezelf, is het volgende inzicht dus enorm belangrijk. Er bestaat geen beter zonder goed genoeg. Ga maar na. Als iets nooit eens goed genoeg mag zijn, als alles altijd bij de eerste poging perfect moet zijn, hoe is er dan ooit ruimte voor verbetering bij een volgende keer? Nou, niet dus. Oké, dus om die reden verklaar ik deze video, ondanks al die dingen die anders zijn geworden dan wat ik ervan had gehoopt, goed genoeg. Fijne dag, lieve mensen. Bedankt voor het kijken. Laat alsjeblieft een blauw duimpje achter als je de video leuk vond. Of grappig, of raar, of stom, of... Nou, laat in ieder geval een blauw duimpje achter. Heeft iets te maken met het YouTube-algoritme. Presteert de video gewoon beter. Dus, ja. En abonneer vooral als je dat nog niet hebt gedaan. En dan rest mij nog te zeggen... Ciao. En tot volgende week.